In het weekend naar een festival, met je vrienden naar een voetbalwedstrijd of een cabaretvoorstelling bezoeken in het theater. Als het aan de evenementensector ligt, is dit met behulp van test- of vaccinatiebewijs snel weer werkelijkheid. Ja, mevrouw Jansen, ik denk dat ik voor veel mensen spreek als ik zeg, we hopen dat dit allemaal snel weer kan. Maar de vraag is dan wel, is er nog een evenementensector of is die dan failliet tegen de tijd dat we weer mogen? Nou, dat hebben we uiteindelijk allemaal zelf in de hand. Als we zorgen dat we zo snel mogelijk dat ook weer op een verantwoorde manier kunnen doen. En die ingrediënten liggen er ook. We hebben afgelopen weekend een nationaal evenementenplan gelanceerd, zo noemen we dat. Wat eigenlijk ook een weergave was, wat we al een tijdje zeggen, is dat we met behulp van een garantiefonds en sneltesten, en daar zullen ook vaccinaties natuurlijk bij komen de komende tijd, op een verantwoorde manier in een aantal stappen per 1 juli weer op volle bak kunnen draaien. En die 1 juli, dan zijn er dus nog bedrijven die dit ook allemaal voor ons kunnen bolwerken. Ja, zeker. We hebben de afgelopen tijd zijn de steunpakketten die er vanuit de overheid op een hele snelle manier gekomen zijn heel behulpzaam geweest. Natuurlijk niet volledig. Dus er zijn ook echt wel veel ZZP'ers en mensen echt de sector uitgegaan, reorganisaties. Dus het is wel een zorg, is er nog genoeg kennis en mensen. Precies, maar komen die mensen nog terug als ze hebben omgeschoold? Dan denken ze misschien, nou ja, ik zit nu al goed. Ja, dat is wel een aandacht. En hoe langer het duurt, hoe groter die kans wordt. Dus ja, ik denk als wij nu de komende weken, maanden die stappen maken op weg naar een songfestival, we zagen het net in beeld, behoorlijk gevuld, EK voetbal in juni behoorlijk gevuld en dan 1 juli weer volle bak. Ja, dat is realistisch, maar het is ook ambitieus. Maar zou dat het eerste evenement zijn wat jullie weer zouden kunnen huisvesten? Ja, nou, toevallig hebben we vanavond, we spraken net over de EO, een heel mooi concert van hoop van de EO. Maar dat is echt een televisieproductie natuurlijk, zonder publiek. Afgelopen week hadden we dat met het ABN AMRO tennistoernooi, zonder publiek. Ja, en wat ons betreft, we zitten hier in een televisiestudio, maar dat is niet wat wij willen. We willen echt weer mensen in huis. En het Songfestival is daar een heel belangrijk moment. En dat zou weer met mensen kunnen? Ja, dat is in onze ogen met behulp dus van die sneltesten, kan dat echt heel behoorlijk. Hey, wat is voor jou een lied van hoop? Wat hoop je dat er vanavond wordt gezongen wat jou hoop geeft? Nou, ik vond, dat was echt zeker terugkijkend, heel erg nog in het begin van de crisis. Davina Michel had een ontzettend mooi nummer met Snelle. Over 17 miljoen mensen met een actuele tekst daarin. Ja, dat was een prachtig lied van hoop, maar ook direct. Een nummer. Beetje het anthem genoeg. Ja, precies, dat is ook een beetje. Ja, dat en muziek überhaupt verbindt. En muziek roept emotie op. En muziek doet iets met mensen. Ja, dat is fantastisch. Bij u een nummer van U2 of Where the Streets daar steeds ook, maar Where the Streets Have No Name. Dat is voor mij een lied van hoop inderdaad. En daar snakken we naar. Even concreet naar hoe we dan straks weer de boel op gang kunnen krijgen. Er komt dan een corona-check-app. Daarmee kun je laten zien met een groen schermpje, dat beeld ik me zo in, of ik ben getest en negatief, precies, of ik ben gevaccineerd. En de persoon die dit checkt kan dan niet zien welke van de twee dat is. Ja. Vandaag wordt er over gedebatteerd in de Kamer. Ja. Wat verwacht u daarvan? Dat alle partijen gaan zeggen, ja, supergoed idee, dit gaan we doen. Ja, ik denk, er zullen ongetwijfeld denk ik een aantal terecht kritische vragen zijn. Hoe zit het met persoonsgegevens en veiligheid? Onderwerp ook, als iemand corona gehad heeft en antistoffen, hoe geef je dat aan? Ja. Maar goed, dat is denk ik vooral in de uitvoer. Maar de basis, ik kan me bijna niet anders voorstellen dan dat mensen begrijpen dat dat een middel is om deze tussenstap op weg naar, dat de samenleving weer volledig open kan, het sociale leven open te stellen. Hoe staat de ChristenUnie in die app? Vindt u dat een goed idee? Nou, we moeten inderdaad heel erg kijken naar privacy. En wat ik heel belangrijk vind is dat we onze samenleving niet moeten verdelen in een deel wat wel is ingeënt en een kleiner deel wat daar bezwaar tegen heeft. En dat die dan langs de kant zouden staan. Dat zou ik echt heel onrechtvaardig vinden. Dus wat we moeten doen is inderdaad weer kijken of we die samenleving open kunnen krijgen. Dat is ofwel via vaccinatie ofwel via testen. Ja. Dus een sneltest. Hè. Dus dat zou je inderdaad misschien bij het Songfestival al kunnen doen. Dat je van tevoren aangeeft, zoals dat nu al bij
Guido Weijers met een theatervoorstelling is geweest en een congres. Zorg dat iedereen getest is. Na afloop test je ook. En dan kun je op een veilige manier wel weer beetje bij beetje kun je die samenleving openen. En nou zegt u, ik heb er respect voor als mensen geen vaccinatie willen. Ja. Demissionair minister De Jonge die zei, ik heb er nul begrip voor. Ja, dat vind ik heel hard. Want dat kan teruggaan naar mensen die zeggen, ik weet niet precies wat erachter zit. Ik vertrouw het spul zelf niet. Maar er zijn ook mensen die zeggen, vanwege religieuze redenen heb ik daar moeite mee. Ik denk dat je altijd als overheid, als het gaat om je lichamelijke integriteit, dat je echt een stap terug moet doen. Je moet alle informatie aanbieden. Zeg, het is veilig, het kan, ik zal het zelf ook doen. Dus ik zal iedereen aanmoedigen om het te doen. Maar als mensen echt daar goed over nagedacht hebben en zeggen, en toch doe ik het niet, vind ik dat je dat moet respecteren. Een ander punt wat u net noemt is die persoonsgegevens. Hè? Er is al gezegd, aankomend weekend met Fieldlab evenement in Biddinghuizen zitten die persoonsgegevens er nog niet in. Maar op termijn is dat wel nodig. Ja. Simpelweg omdat ik anders u een test kan laten doen en met uw verklaring kan zeggen, ik ben veilig. Dus daar moet iets van persoonsgegevens in zitten. Is dat wat u betreft acceptabel? Nou, dan moet je wel een paar hele grote vragen stellen over voor wie zijn die data beschikbaar? Waar is het? Waar trekt u dan de grens? Nou, we hebben gezien bij de GGD dat eigenlijk die voor- en achterdeur wagenwijd open stonden en dat alle persoonsgegevens zo op straat konden, konden belanden. Dus de overheid en ICT is geen gelukkige combinatie. Dus ook bij deze app, privacy moet je echt beschermen. Dus ik gun jullie alle openheid en het zou mooi zijn als het Songfestival weer met mensen erbij echt los kan gaan. Maar we moeten ook de persoonlijke vrijheid en de privacy van mensen wel echt beschermen. Dus dat is wel een punt van zorg. Nee, terecht. En wij hebben in ieder geval gezegd, wij willen die data niet hebben. Wij willen alleen aan de deur dat groene of dat rode bewijs zien naar binnen en een geldig ticket en dan naar binnen. Want... Of ook een testbewijs. Ja, nee, zeker. Precies. Maar die app heeft de combinatie, één van beide, of vaccinatie of sneltest. Het maakt ons ook niet uit wat. Wij willen ook helemaal niet weten of iemand een vaccin of een sneltest heeft gehad. Nee, gewoon ook niet kun je van wie naar binnen het is. Of niet. Precies. Ja. Is dit de manier waarop jij jezelf weer richting festivals ziet gaan? Ja, ik heb al kaartjes gekocht voor in augustus. Oh ja? Een soort stip op de horizon. Voor wat? Ja, Das Festival heet dat. Das Festival. Oh. Voor mensen van 24 plus. Niet heel oud, nee, maar wel. Ja, ik mis dat heel erg. Ik had juist vorig jaar bedacht, ik ga weer lekker. Mama gaat weer eens lekker feesten. Nou, toen ging alles dicht. Dus ik kan niet wachten tot dat weer... Nou heb ik eerder gehoord dat u 40% van uw personeel heeft moeten ontslaan. Zijn er nog genoeg mensen of moet je ze weer gaan aannemen als de evenementen weer komen? Ja, we zullen zeker weer mensen gaan aannemen. En dat is ook weer goed. En het blijft ook een sector waar heel veel mensen met ontzettend veel liefde werken. Dus ik ben er ook van overtuigd dat dat weer goed komt. En zijn dat ook mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt die weer kunnen aankloppen bij u? Zeker. Ja, ook. Nee, daar hebben we een regeling voor. Dat hebben we ook afgesproken. Gelukkig hebben de meeste mensen ook een nieuwe baan. Hebben we ook bij geholpen waar dat kon. Okay. Maar als ze terug willen, dan mogen ze bellen. Okay. Ja.